Dames en heren, een hele goede avond. Welkom bij Video in Verzet. En vanavond in kerstsfeer. In de vorige live hoorden jullie mij het een en ander zeggen over donaties en tikkies en dergelijke. En daar gaan we vanavond even wat verder over hebben. Eigenlijk in navolging tot wat Radio 538 met Missie 538 heeft gedaan. Voor de voedselbank in dit geval. Er zijn wat cijfertjes bij mij op bureau gekomen. En toen keek ik naar, ik schrok me helemaal de donders. 1 miljoen mensen hebben recht op aanspraak van de voedselbank. Die leven onder de armoedegrens. Het is niet dat 1 miljoen mensen dat ook echt gebruiken, maar ze zijn er wel. En op dit moment hebben de voedselbank het heel erg moeilijk. En dat, ja, begint toch een beetje te knagen. En een ander schrikbarend cijfer. 272.000 kinderen onder de 12 jaar leven onder diezelfde armoedegrens. Ja, dat vond ik gewoon te bizar voor woorden. Toen had ik zoiets van, jongens, hier moeten wij iets aan doen. Dus vanavond gaan wij gewoon in kerstsfeer aan die mensen gaan wij denken. En dat doen wij door eigenlijk een lichtpuntje voor een ander te zijn. Hoe gaan we dat doen? Nou, we doneren allemaal enorm veel in de demonstraties en aan streamers en dergelijke. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Alleen, met de kerst moeten we even anders gaan denken. Misschien moeten we ook eens wat gaan doneren aan de voedselbank. Ja, en dan hoor ik al zeggen van ja, Sven gaat weer een donatie opzetten en dergelijke. Nee, Sven gaat geen donatie opzetten. Dit gaat rechtstreeks naar de voedselbank. Als je naar www.voedselbankennederland.nl gaat, dan heb je daar een donatieknop. En dan kan je daar via Ideal, creditcard of dergelijke, kan je wat geld overmaken. En dat is toch om even in de kerstgedachte te blijven. Ook, dan kan je direct via een rekeningnummer, welke ik zometeen achteraan de video nog even laat zien, kan je ook het een en ander doen. En dat zijn gewoon, ja, geweldige momenten dat je ook voor iemand anders in Nederland iets kan betekenen. Niet een 3FM actie die voor kinderen in Soedan iets gaat doen. Nee, dit is echt voor echt Nederlanders, voor mensen die in Nederland wonen en die het moeilijk hebben. Die ook onder deze omstandigheden die nu gelden het verschrikkelijk moeilijk hebben. Ja, en daar moeten wij toch, ja, zoals ik al zei, het lichtpuntje zijn voor die ander. En als je de mogelijkheid hebt, doneer een paar euro's. Wat ook een mogelijkheid is, als je bijvoorbeeld statiegeldflessen naar de kerst gaat innen, breng dat statiegeldbonnetje bij de voedselbank. Of wat ook een mogelijkheid is om een deel van je kerstpakket, wat je misschien niet gebruikt, te doneren aan de voedselbank. Die mensen zijn er verschrikkelijk blij mee. Het gaat misschien om een heel klein gebaar, om misschien een potje pasta wat je niet lekker vindt. Maar die mensen die zijn er verschrikkelijk blij mee. En die kunnen weer een dag eten. Dus in dit geval zou ik zeggen, strijk even over het hart en doneer ook even aan de voedselbank. www.voedselbankennederland.nl. Vanuit Video Verzet dank ik jullie allemaal voor het kijken in dit jaar. Het is een rumoerig jaar geweest. Heel veel demonstraties hebben wij gezien. Maar ik heb alles met liefde en plezier gedaan. Ook het hele team wat achter Video Verzet staat. Ik doe het natuurlijk niet alleen. Die zijn ontiegelijk goed bezig geweest om mij elke dag, elke demonstratie door te helpen. Zij het met informatie, zij het met, ja, er is weer een demo aan de gang of dergelijke. Maar ook spiritueel. En daar wil ik ook het hele team enorm voor bedanken. Daar ben ik echt enorm blij mee. Dus vanuit deze ook, vanuit mijn kant, heel erg bedankt. Ook jullie kijkers, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop allemaal dat wij de kerst en oud en nieuw enorm goed doorkomen. En dat wij een voorspoedig 2021 tegemoet gaan. Welke echt heel erg mooi in ons voordeel gaat werken. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond, een hele fijne kerst en een gezegend nieuwjaar. Dank jullie wel.